Annegine, hoe is het schrijven van het boek verlopen ongeveer? Het was oorspronkelijk bedoeld als journalistiek boek. Dat was het plan wat ik indiende bij de Geus. En zij lieten weten dat ze journalistieke boeken niet echt zaten zitten. En daarbij had ik een plan ook ingediend, een fictief verhaal over de familie Zeevoet. En dat was een beetje uit nood, omdat ik geen geschikte familie kon vinden om te portretteren. En zo is het, zo ontstond het. Maar ik ben al heel snel overgestapt naar een fictie. Die familie Zeevoet bestaat echt of die is ook verzonnen? Nee, het is allemaal fictief. Ik heb wel heel veel interviews gedaan in de streek. Met veredelaars en kwekers en bollenreizigers. Dus ik heb wel... Ik had heel veel materiaal, maar uiteindelijk zijn de personen die ik... mijn personages zijn allemaal fictief. Heb je die feitenkennis die je hebt opgedaan voor het journalistieke project over de bollenstreek, heb je die nog goed kunnen gebruiken voor het boek zelf? Ja, ja. Ja. Hoe is dat erin terechtgekomen? Het plot bestaat echt. Uiteraard heb ik het enorm gechargeerd en veranderd. Het plot is een tulpenfraudezaak en die heeft zich ook afgespeeld. In 2004 kwam die tot escaleerde de belegging in tulpen. Dus dat is, en die zaak speelt nog steeds. Panorama, mijn hoofdpersoon die laat een panorama maken van de streek om het te behouden. Hij ziet dat het heel snel door projectontwikkeling wordt volgebouwd. En hij maakt dan het grootste tulpenpanorama van de hele wereld. Dat bestaat echt, dat is in Voorhout te vinden. Panorama Tulipland. En daar ben ik ook vaak geweest om te kijken naar de schilder. En ik vond het ook hilarisch, omdat die schilder die maakt dat schilderij met publiek. En die praat ook met het publiek. En het publiek mag ook suggesties doen. En dat, nou ja, dan zou ze zeggen, ja, mijn poes is dood. Kunt u dan mijn poes dan er ook opzetten? Dus het is een hilarisch doek. Dus ik heb altijd met veel plezier daarnaar gekeken. Het wordt daardoor een heel persoonlijk doek van heel persoonlijke belevenissen van die mensen uit de bollenstreek. Het leeft echt daar. Ja, het leeft enorm. Bij oudere mensen, hè? Want het blijft natuurlijk gewoon een ontzettend truttige streek voor heel veel mensen. En ik heb me daar altijd wel over verbaasd. Want ik vind het een mooie streek. Ik vind het een bijzondere streek. Het is een... ik groeide daar aan de rand van de streek op. Maar ik vind het heel exotisch en on-Nederlands. Juist omdat het 6 weken per jaar die tulpen zo uitbundig bloeien en hysterisch. En dat past helemaal niet bij dat Calvinistische volk. Want het boek is eigenlijk on-Nederlands in die zin dat het helemaal niet saai of truttig of Calvinistisch is. Maar juist een heel dramatisch verhaal is. De streek is echt gewoon decor. En uiteraard heb ik ook wat de Nederlandse geschiedenis van de streek daarin betrokken. Maar het gaat wel echt over een familie. En een familie die heel erg tekortschiet onderling. Er zijn veel misverstanden en onvermogen om met elkaar te praten, om van elkaar te houden. Dus wat dat het gaat wel over mensen, ja. Nu heb je de prijs gewonnen en je zei in je toespraak van nu ben ik een echte schrijfster. Hoe is dat proces gegaan? Want je bent eigenlijk begonnen als journaliste. En op een gegeven moment wordt je boek gepubliceerd. Op een gegeven moment krijgt het wat meer aandacht. Staat het op de longlist van de Libris. Hoe voelde dat steeds een beetje meer schrijver worden? Ja, dat voelde wel heel erg goed. Want het is heel raar als je het... Ik had dat gevoel niet. En dan lever je het in en dan is er vooral paniek zo van... Ja, kut, ik kan er nu niks meer aan veranderen. En het is nu echt ingeleverd. En op het moment dat zo'n boek uitkomt, voel je dat gevoel meer. En dan met de recensies. Ik heb heel veel pers gehad. Ik ben bij Nova geweest. Bij Kunststof. Ik ben door veel kranten gerecenseerd. En echt niet altijd positief. Maar ook wel eens negatief. Dus dat groeide steeds meer. En ook in je rol als schrijver. Maar... benoeming van de Anton Wachter, de uitreiking, is wel voor mij dan een soort bevestiging van ik ga door. Ik heb talent, ik kan gewoon doorgaan. Nou zeker, want je hebt er de Anton Wachterprijs voor gewonnen. Ja. Dat kan maar één keer, dus voor je volgende boek gaat dat helaas niet meer lukken.
pseudoniem kan nog. Ja, ja, dat is één keer gebeurd. Dat liep niet helemaal goed af. Nee. Maar ja, hoe zijn de verwachtingen bij jouzelf en bij de Geus misschien? Hoe zijn de verwachtingen voor het tweede boek? Het tweede boek wordt veel beter. Natuurlijk. Het is, voor mij is het ook echt een eerste boek waar ik heel veel van geleerd heb. Een tweede boek wordt heel anders. En ik heb er nog steeds wel vooral heel veel plezier in om het te maken. En ik heb een duidelijk thema. Bij mij is mijn thema is de werkelijkheid. Daar ga ik vanuit. Dus de journalist in mij die heeft dat ook wel nodig. Maar ik vind het landschap ook heel belangrijk. Mijn tweede boek speelt zich af in de Haarlemmermeer. En dan doe ik ook heel veel onderzoek naar de geschiedenis, de drooglegging, Schiphol. Ja. Nou, wordt interessant. Ik hoop het, ja. En wie weet, kom je nog verder bij de Libris met het tweede boek? Ja, ik ga er natuurlijk heel erg mijn best voor doen. Maar het staat bij mij niet voorop of zo. Ik bedoel, ik vind het belangrijkst dat je echt plezier beleeft aan het proces. En wat er dan uitkomt, dat is aan de ander. Oké, vast ontzettend bedankt voor je interview. Veel plezier nog met het boek.